vrij vroeg gestart met een KLE-afdeling. Vele Ruisleidse inwoners zijn er kortere of langere tijd lid of bestuurslid geweest. Zoals vele jeugdbewegingen gaat de werking gepaard met ups en downs. Maar eens KLE-beweging te vertellen. De laatste jaren draait de KLE Ruisleden op volle toeren. Het ledenaantal boomt. Samen met de Giro staan zij garant voor de heerlijke vrije tijdbesteding van onze jeugd. Hoe dikwijls hoor ik goede beginjaren? De westelijke zomerfeesten met touwtrekken, piramidebouwen, vendelsdraaien en volksdans. Ik wil de KLE ook hartelijk feliciteren met hun overwinning vorige week op het gewestelijk zomerfeest. En proficiat wensen met dit om alles tot in de puntjes te verzorgen. Het gemeentebestuur van Ruisleden heeft de voorbije jaren zware financiële inspanningen geleverd om de jeugdvereniging een goed onderkomen te bieden. We steunen dan ook waar we kunnen. Maar het is de jeugd zelf die initiatief moet nemen om er iets van te maken. Wij kunnen het juiste klimaat scheppen, maar de jongeren zelf moeten de kansen grijpen. En dit doet dit KLE-bestuur met volle hoesting en overgave. Als burgemeester kan ik alleen maar fier zijn dat er zo'n jeugdbeweging in onze gemeente actief is. KLE Ruisleden, doe zo voort, op naar de 100. Dat is één. Onze Jimmy bedanken voor deze heerlijke receptie. Dank u wel. We zien hem wel niet. Hij staat hier achter de schermen, maar hij heeft ervoor gezorgd dat jullie hier deze middag konden zijn. En dan heb ik ook een speech geschreven. Kort, zet ik hier een beetje leiden, want Ja. Ik heb hem kort geschreven. Het was vrijdag. Ik heb hem al voorgelezen voor de leden en hij is goed. Beste leden, bestuursleden, gemeentebestuur, genodigden. Na een sterke speech van onze burgemeester kan ik nog enkel eenvoudige woorden brengen. Eenvoudige woorden is dank je. Dat zijn ze eigenlijk. Dankjewel, oud-bestuursleden en leden, om deze KLE en het huidige bestuur te vormen tot wat ze nu zijn. Een hechte groep die zijn hand niet onderuit voor een originele activiteit of een fantastisch feestweekend. Maar niet enkel zij moeten deze woorden van dank krijgen, maar ook jullie. Iedereen die ervoor gezorgd heeft dat wij als KLE kunnen functioneren. Dat wij touwtrektoernooien kunnen organiseren, feestweekends, activiteiten. En dit alles zonder jullie nooit tot een goed einde zou kunnen brengen. Daarom hef ik het glas, als we er nog een hebben, op jullie en hopelijk ook op ons. Met dank van het volledige KLE-bestuur en van alle leden. En inderdaad op naar de volgende 80 jaar. Dank u wel. Yeah.